Goede paas van Braan op Veerman, mee opgekomen. Richting Kwakman in dat strafschopgebied. Mensen van Volendam voorin. Tuipen kan, Stol komt in. Prachtige aanval van Volendam in die eerste helft. Na 17 minuten spelen. De bal ging op links waar Kwakman helemaal vrij kwam. Twee mensen dienden zich aan en het was Stol die na bijna 17 minuten spelen in die eerste helft Volendam op 1-0 bracht. Van den Berg van Vijfijken. Drie mensen van Wageningen in dat strafschopgebied. Weggekopt Veerman, Hazelhekken. Terug op Van Oostenbrugge. En nu is er die ruimte voor Volendam. Sul die kan pasen op Gerry Muren. Tol. Tol Helling en nu op links Gerry Muren. Dit zijn opnieuw mogelijkheden voor Volendam. Het is Muren die alleen daar langs Uvee gaat. Brengt die bal voor. En dan een mogelijkheid voor Kwakman. Opnieuw voor Tuip. En dit na 21 minuten spelen in die tweede helft. Had Volendam een unieke kans om de stand op 2-0 te brengen. Maar het mislukte. In tweede instantie mag Kwakman het overdoen. Geblokkeerd door Van der Klift. Van den Berg speelt terug. Leushuis van Pelt laat de bal over zijn achterhoofd rollen. Veerman verslikt zich daar. Hazelhek alleen voor Hoek en een doelpunt. Wat een blunder. U ziet het aan de reactie van Veerman. Hij liet die bal over zijn schoen rollen. En het is hier na 34 minuten spelen in die eerste helft. Is het hier door Hazelhekken 1-1 geworden in de wedstrijd Volendam-Wageningen. Nou, dit is Volendam op zijn best. Bal via drie schijven over die middenlijn heen. Maar dan komt er toch weer een foute paas. Zij het dat Molenaar in balbezit kan blijven. Tol. Braan. En dan is alle snelheid uit die aanval. En is Wageningen gegroepeerd volledig in de verdediging. Muren. Vindt Helling. Op Kwakman. Ruimte voor Kwakman. Mooi schot. Over. Slechte paas van Veerman. Hazelhekken. Van Vijfijken. Zoekt in de ruimte naar Van Pelt. En dat Helling vergat zich. Dit is een mogelijkheid voor om 2-1 te komen. Maar wat een uitstekende redding van Frans Hoek. Inderdaad, hij corrigeert Helling. Het was een slippertje in die verdediging van Volendam. Maar de stand blijft hier 1-1. En nu wordt Charles Korver erop geattendeerd dat er een invaller bij Volendam in moet voor Sul. Sul inmiddels al enige minuten aan de kant. En invaller met nummer 13 is Molenaar. Nou, eindelijk is die bal dan bij Kwakman gekomen. Maar het duurt zo lang bij Volendam in die tweede helft dat Wageningen geen enkel probleem heeft met de aanval van Volendam. En zelf kan gaan bouwen aan zeer gevaarlijke tegenaanvallen. Zoals op dit moment. Van der Leij wordt daar neergelegd. En ik vraag me af wat Korver doet. En Korver die laat rustig doorspelen. En ik moet zeggen dat ik dit niet begrijp. Van der Leij was in het strafschopgebied gepenetreerd. En naar mijn gevoel was dat een strafschop. Van Pelt alleen en wordt daar geattaqueerd door Braan. En nu trekt Charles Korver de gele kaart. Guit is het er niet mee eens, het publiek is het er niet mee eens. Maar inderdaad, Charles Korver zal nu iets moeten gaan doen. Want het spel verruwt hier ziender ogen. Ook Hazelhekken is naar de kant met een blessure. Van der Sluis loopt zich warm. Maar het is Braan die van Charles Korver na 33 minuten spelen in de tweede helft een gele kaart krijgt. Wel, Hazelhekken komt toch terug in de ploeg. En de vrije schop wordt genomen door Braam. Het is Van den Berg die erachter gaat. Maar ook hij vindt de juiste richting niet. Zij dat een Volendam-verdediger die bal nog geraakt heeft. Een hoekschop voor Wageningen. Hoekschop is van Leushuis. Weggekopt door Tuip. Braam.
Braam, en dat is een hele mooie aanval. Geen buitenspel. Braam gaat alleen door en scoort. Een fantastisch doelpunt van Wageningen. Een doelpunt werkelijk uit het boekje. Gescoord na 34 minuten. Een 1-2 tussen Braam en Hazelhekken. En het is Braam die scoorde na 34 minuten spelen in de tweede helft. 2-1 voor Wageningen. Draait die bal met de buitenkant van de linkervoet in het strafschopgebied van Oostenbrugge. Kan u gaan aanleggen voor een schot, doet dat ook. En het is nee, het is geen 3-1. Bal rakelings naast de paal. Veerman. Weggehaald door Van der Klift. Veerman. Brengt die bal in het strafschopgebied richting Helling. Maar terecht dat Van der Leij die bal liet lopen voor Suve. Dan kwam de verdediging van Volendam te laat naar voren toe. Het is Frans Hoek die opnieuw met een kan redden. Maar nog steeds is het Wageningen van Oostenbrugge nu. Hoek moet naar zijn doel toe gaan. En dit kan wel 3-1 gaan worden. Van Oostenbrugge brengt die bal daar. Fout in voor het doel. Laatste mogelijkheden nu voor Volendam. Muren brengt die bal in het strafschopgebied. Richting Tol. Tol op Van der Klift. Geen handsbal werd aangeschoten. En toch dat Charles Korver daar wel voor afluit. Naar mijn gevoel een aangeschoten hens, was geen opzetsprake. De bal werd tegen de handen van Van der Klift gespeeld. En we krijgen in die slotfase van deze wedstrijd bij een stand van 2-1 voor Wageningen. Nog een gevaarlijk moment voor het doel van Suve. Muren, Muren schiet in tegen de muur, maar 9 meter afstand. Vrije schop zal mogen worden overgenomen. De klok staat op 46 minuten en 27 seconden. Opnieuw Gerry Muur achter de bal. Is hij in staat om Volendam? Het is Braan die gaat inschieten en hij schiet naast. En dit was de laatste kans. Charles Korver fluit af en Wageningen pakt hier 2 punten bij Volendam. Ik memoreer nog even het scoreverloop. In de 17e minuut scoorde Tol 1-0 voor Volendam. In de eerste helft Hazelhekken 1-1. En dan die verrassende ontknoping. Het was verdediger Braan die Wageningen de winst bezorgde. En Volendam verspeelt hier 2 zeer belangrijke punten. De uitslagen van de eerste divisie. Helmond Sport tegen Eindhoven 2-3. Fortuna tegen FC Den Bosch gisteravond gespeeld 2-4. FC VVV tegen Sportclub Cambuur 1-0. Winnende goal kwam van Verlijsdonk. Heracles Veendam 1-0 met de enige goal van Lalopua. FC Vlaardingen De Graafschap 0-0. DS 79 SVV 4-4 na een 1-1 ruststand. Opnieuw ruim 7000 toeschouwers in Dordrecht. FC Groningen tegen Sportclub Amersfoort 1-0. Enige goal kwam van Azing Griever, de goalie van FC Groningen. Hij deed dat vanaf 11 meter. Heerenveen FC Amsterdam 0-0 en de topper Volendam-Wageningen 1-2. De stand nu in de eerste divisie. Groningen op kop, 40 uit 26. FC Den Bosch 27 gespeeld, 38 punten. Volendam en Wageningen daaronder. Cambuur en FC Amsterdam en de Graafschap ook nog dicht bij die kopgroep. En onderaan het bekende verschijnsel Sportclub Amersfoort met 7 punten uit 25 wedstrijden.